Het ijshockeyseizoen is weer van start gegaan en dat betekent nieuwe kansen voor de Eindhoven Kemphanen. Gisteren speelden zij hun eerste wedstrijd tegen Heerenveen, die eindigde in een nederlaag. De jongens van de Eindhovense ploeg verloren met 4-7. De nederlaag tegen Heerenveen kwam bovenop de financiële problemen die de Kemphanen al een tijdje hebben. Het tekort van 35.000 euro zorgt ervoor dat de club met een jonge selectie moet werken. Want die jongens zijn nog maar 18 jaar. We spelen hier tegen volwassen mensen van 30, 35 jaar. En ja, er komen een beetje krachttekort. Die komen net die kleine routinefoutjes tekort. Ja, dat zie je dan net weer terug op het ijs. Dat is jammer, maar dat is niet anders. Daar kiezen wij voor. We kunnen ook niet anders, want we hebben niet die budgetten. IJshockey wordt niet zo breed gedragen in de omgeving en regio Eindhoven. Daar werken we aan. En we hopen er ooit eens een beetje mee te kunnen doen om de prijzen. Maar ja, dan moeten we een wat langere adem hebben. De spelers zelf zijn een stuk positiever. Ze zien zichzelf zeker in de top 5 belanden. We hebben veel jonge jongens, veel talenten aangevoerd met imports. En ja, als ze allemaal voor elkaar gaan en door het vuur gaan, dan denk ik wel dat de top 5 minimaal zeker ons wel, dan moeten we zeker wel kunnen halen. We moeten gewoon hard blijven werken en dan komt het vanzelf al goed. We zijn niet slechter dan de andere teams, we moeten alleen leren winnen. Dat is het enige wat we moeten doen. De Kemphanen gaan aan het begin van dit seizoen nog wel meer zware tegenstanders treffen. De coach die ziet er niet tegenop, hij bekijkt het positief. Ja, we hebben een jong club. But this is our learning experience. These type of games is where we're going to learn our lessons and we're going to hopefully apply what we learn to start winning some hockey games. En de eerstvolgende kans om punten te pakken is op 12 oktober thuis in Eindhoven dus tegen de Dordrecht Lions.